is zo straf. Wat doe jij met die plant? Nou, dat is mijn plant. En ik zorg er goed voor hem. En dan laat ik hem even uit. Je doet watten? Ik doe geen watten. Ik loop een eindje met hem om. Dat is goed voor hem. Want uit zichzelf kan hij niet lopen. Oh, ja. Hé, Pino. Vroeger, hè, toen had je toch een ander plantje. Een heel klein plantje. Nee hoor, dit is hetzelfde plantje. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat kleine plantje van vroeger nou ineens zo groot geworden zijn? Ja, kan er ook niks aan doen. Als je lief bent voor een plant en als je goed voor hem zorgt, dan groeit hij vanzelf heel hard. Ja, nou hoor. Wat is dat, Tommy? Nou. Die plant, die groeit maar zo'n groot stuk in zo'n klein beetje tijd. En ik blijf maar klein. Ja, maar planten groeien harder dan beesten en mensen. Ja, het is niet eerlijk. Ik wil het ook. Ja, maar wat wil je dan ook? Nou, ik wil ook zo hard groeien. Wil ik ook leren, Pino. En jij moet me helpen. Ik, hè? Maar Tommy, ik... Je zei zelf als je maar lief bent voor een plant. Je vindt die plant zeker liever dan mij, hè? Nee, echt niet, Tommy. Niks geen gemaar. Pino, ik heb een idee. Kom, we hebben geen tijd meer te verliezen. Wat een plant kan, dat kan ik ook. We gaan aan het werk. Kom. Zo, genoeg gewerkt voor vandaag. Ik ga naar mijn vriendjes. Zo, heb je nog een beetje aanstampen met dit? Deze, hoe mooi zeg. Zo, Pino. Makkertjes van me. Hier nog wat aanstampen. Wat zijn jullie van plan? We zijn aan planten, Piet. Oh, planten. Zeg, wat planten jullie dan? Sla of bonen of een mooie sierplant? Allemaal fout, Piet. Oh ja? Je raadt het nooit. Weet je wat er in die pot komt? Nou? Ik. Jij. Daar kijk je van op, hè, Piet. Ik wil net zo hard groeien als een plant. Begrijp je? En daarom doe ik het. Ja, juist, ja, ja. Zeg, Piet. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk niet zo goed. Hey, zeg. Ja, oh. Ja, maar wat is er dan niet zo goed? Nou, het betekent ook nog wat jammer nou. Oh. Ja. Wat is er dan? Wat jammer nou? Nou ja, ik wou jullie uitnodigen, hè, om bij mij pannenkoeken te komen eten. Hè? Maar ja, als Tommy een plant is, ja, dan gaat het niet door. Ja, maar ik kom wel, Piet. Ja, en ik kom ook. Als jullie die pot nou gewoon meedragen als ik erin sta, kom ik ook. Nee. Tommy, planten eten geen pannenkoeken. Dus... gaat niet hoor. Oh. En wat krijgt een Tommy plant dan te eten? Niets. Nee. Nou ja, af en toe is een klein beetje water, hè. Water? Ja. Alleen maar water? Ja. Niet eens melk of limonade of... Oh. Nee, altijd water. Waardelang krijgt hij water. Ja, dat gaat zomaar door, hoor. Zeg, Pino, ga jij met mij mee... pannenkoeken eten? Ja, ga je natuurlijk, mee? Piet. Nou, Tommy. Dag, Tom. Dag, Tommy plant. Groei maar lekker, hè? Ja, Hem heet hij dan? Dag. Ja. Ik wil ook pannenkoeken. Nou.
dan blijf ik maar klein. Hé, jongens, wacht op mij. Ik kom er ook aan. Hier is zo'n blaadje. En dan heb je soms blaadjes. En dan kan je dat nog niet zien, al die streepjes. Eens kijken of we er eentje zien. Kan jij het zien? Ja. Allemaal van die hele kleine streepjes. Kijk, dat blaadje heeft dat nog niet. Die is nog helemaal geel. Die van dat plantje. Zie je dat? En deze wel. Is helemaal dood gegaan. Helemaal bruin. En dan gaat dat er tussendoor. Kijk eens hier. Hier bij mij. En dan zie je allemaal die streepjes zo omhoog lopen. En hele dunne streepjes ertussenin. Kan je dat zien bij mij? Een bloemetje. Hele dunne streepjes ertussenin. Ik heb kleine bloemetjes. En dan al die streepjes gaat eten. Eten voor het blaadje. Kijk eens. Nou, als je nou heel goed naar dat bloemetje kijkt, dan kan je ook die streepjes al zien. Maar bij dit blaadje veel beter. Gaat niet zo. Zie je dat zien, al die streepjes? Al die nerven van dat blad? Nou, een blaadje wat het nog niet heeft. Hier is dat blaadje, er zit al dat bruine er nog tussen. Maar je ziet wel die streepjes. Bij jou ook? Ja. Ja. De groene, die leeft nog. En die bruine, die is dood. En dan kan je die streepjes zien, die nerven. En hier is onze beroemde held, Sheriff Grover... met zijn wonderpaard Fred. Oh, 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 kalm aan, jongen, kalm aan. Oh, oh. Het is warm en ik heb honger. En ik heb ook dorst, wonderpaard Fred. Nou, sheriff, dan zitten we goed. Want ik zie daar een café. Waar? Kijk naar ginds. Huh? Oh. Hé, hey zeg, zou je geen zin hebben in een lekker glas koele melk? Oh, jij bent met er eentje, hoor. Ja, we gaan daar een lekker koel glas melk drinken. Kom op, giddy up. Kom op, jongen. Goed zo, doe je best maar. Ik ben de waard. Ik heb geen paard. Een koele dronk is mij wat waard. Oh nee, daar is Sheriff Grover met zijn wonderpaard Fred. Oh. Zo, daar zijn we. Oh. Zo. Wie komt er nou met een paard een café binnen? Stop, stop. Zeg, kijk je een beetje uit voor mijn meubeltjes? Oh, en al mijn glazen kapot. Sorry hoor. En ik heb net schoongemaakt hier. Oh. Ja. Oh. Goed zo, jongen. Oh. Zeg, hoe gaat het, jongen? Ach, hoepel op. Ik geloof dat ik wel een glas melk lust. Hé, wat een glas melk? Een glas melk. Vertel eens, wil je een groot glas melk, een groter glas of het grootste glas? Een groot glas? Een groter glas of het grootste glas? Ja, dat is wat ik zei. Welke wil je? Even kijken hoor, niks zeggen. Groot, groter, grootst. Even zien hoor. Zeg het hoor. Hem maar, sheriff. Wil jij het zeggen? Hij kent het verschil niet tussen groot, groter en grootst. Ach, ga nou weg. Is dat zo? Ja, want ik ken hem toch het beste. Ja, ik wist wel dat je zoiets zou gaan zeggen, hoor. Goed, sheriff. Nee. Let nou goed op. Wat? Let op, wacht even. We hebben hier dus een groot glas melk. Dat is een groot glas melk. Inderdaad. Nee. Let nou op. Moet je kijken. Dat glas daar, ja, dat glas noemen we nou een groter glas melk. Een groter glas melk. Begrepen? Let nou goed op. Ja, kijk, wat we hier hebben. Goed zo. Dan hebben we hier dat glas dat je daar ziet. Dat noemen we dan het grootste glas melk. Ah, dat is dus het grootste glas melk. Ja. Heb je dat begrepen? Of wil je dat ik het nog een keer herhaal? Wil je dat? Oké. Dank je. Met alle plezier. Let op. Dit is een groot glas melk. Mm-hmm. En hier staat dan het grotere glas met melk.
En aan die kant, daar staat dan het grootste glas met melk. Welke wil jij nou hebben? Ja, dat is moeilijk om te kiezen. Ik zal maar eens even gaan kijken. Het is zeker moeilijk om te kiezen. Vooruit. Hé, hey, paard mag niet achter de baan. Voorzichtig, kijk nou toch uit wat je doet, kerel. Voorzichtig, als je mist, je maakt alles kapot. Wat een rommel. Laten we eens even kijken. Wat? Weet je zeker dat dit hier het grootste glas melk is? Dat is het grootste glas. En als je soms nog meer melk wilt, haal ik wel een koe. Als dat zou kunnen. Nee! Nou, er is toch een paard binnen. Misschien kan Welk glas melk wil je nou hebben? Spijt me. Ik wil het grootste glas melk. Je wilt de grootste? Jazeker. Dat dacht ik al. Ga je gang. Nou, dat was lekker. Zeg, had ik een dorst. Moet dat wonderpaard soms ook nog wat te drinken hebben? Nee, ik moet nog rijden. Oh! Geweldig! Nou, hartstikke bedankt voor de melk. En nu, Fred, gaan we maar weer eens vandoor, hè? Vooruit! Kom op! Hé, wacht eens even! Vooruit. Wie moet dat betalen, hè? Tot morgen dan, hè? Nee, kom morgen maar niet terug! Oh, goed, nee, hoor, het is goed! Niet. Aan u! Het was allemaal gratis! Vreselijk! Oh! Hallo, kinders. Weten jullie wat dit is? Dit is de letter H. Kun jij iets bedenken dat begint met een H? Kijk, hier heb je zoiets. Het is een hoefijzer. Oh, nee toch. Pas op. Nee, niet kietelen. Ernie, wat doe je toch?